Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus. In deze aflevering gaan wij eens eventjes wat Pokémon Monsters vangen waarschijnlijk. Het spijt me! Wat is er in de hand? Wat is er in de hand? Ik heb geen intro moment. Dat geeft helemaal niks in. Oké, ja, ik vind het toch wel heftig hoor. Return to the village, kan dat? Yes! Hell yeah! Heel even iets checken. Oh, iets checken. Ik heb. Oh, er zijn wel veel rotpokken die ik dan heb. Dan ga ik misschien toch even leuk niet gebruiken. Het ligt een beetje aan wat leuk is. Ik moet eerst nog even naar Flower Road. Avalanche Slopes. Waar is dat? Ik heb die hele kaart niet. Oké. Ico. Wie is dat? Is dit klaar? Oh, daar. Oh. Hoezo ben ik daar nog niet geweest trouwens? Alola. Alola? Ja, dat zegt die Alola Vulpix guy tegen mij. Even kijken, 48. Avalanche Vulpix. Eternal Cave, is dit de Avalanche Sloping? Dat staat in de map of dat de Everluck sloping is. You do be sloping, de Everluck. Ja, dat is niet zo goed, hè, sloping. Kan gebeuren. Maar, hey, ship happens. Dat zei ik heel gek. Dat geeft helemaal niks. Kabooming, 2 Riolus gevangen, lekkering. Lekkering. En dat is een steel type, dus die mag ik niet gebruiken. Trouwens. Hé, daar staat die bitch. Die mag ik verslaan. En die kan ik misschien ook al. Ik weet niet hoe hoog level ze nu al is. Dat weet ik ook niet. Gaan we het nu zien. Oh, ze heeft 2 Pokémon. Ik dacht dat ze alleen een Bulbasaur had. Ze heeft een Rhydon. Oké, dit is echt... Rhydon is nuts? Ja, nou. Liever niet, als het toch niet hoeft. Hoe kom ik aan Hearty Grains, Huckleberry en Raspberry? Switch. Oké, 37. Kijk, dit is easy kill. Maar we krijgen wel XP. Dus dat is wat chill. Hey, dat rijmt. All available in the Crimson Mirelands. Sander, it is available in the Crimson Mire Landing. Crimson Mire Land? The one and only Crimson in the Mire Landing? Ja. Klinkt als jouw naam wel een beetje. Ja, maar dan met Ier in plaats van I. Ja. I Landing. Er zit een in. I don't liking the Earth. Nee, niet? Nee, niet. Nee. Nou, snap ik wel. Ik heb zo'n grain. Vind. Ik moet nog meer grains vinden. Some hearty grains. Oké, die XP die viel wel tegen. Maar wel move mastered. Eén van mijn Pokémon heeft een move gemasterd. Hij is de master of the moves. Ja. Krijg ik nu ook iets van geld? Je bent jarig. Bags of Stardust. Dat is wel geld volgens mij. Oh, dat kan je om laten smelten in geld. Precies. Zat u dat werkt? Ja, ik vind hem wel. Je kunt hem wel verkopen voor geld. Caster Fern, die wil ik helemaal niet in. Sander, ik moet heftige berries vinden. Heftige berries, hoezo? Dat is een hopelberry. Nog alleen moet nog een hopelberry of was het ook een ring? Sandring.
Ik ga je mee, als je dat wilt. Hoor ik dan bij ons? Ja. Wat? Hoor ik dan bij ons? Ja. Anders hoor jij niet bij ons. Anders hoor alleen ik bij ons. Maar dan is het ook geen ons meer. Dat maakt niet uit. Nou, het ligt eraan hoeveel je weegt. Oh, snap je? Want ons is dus ook een... Ik snap het, Sandring. Ja. Ga hem alsjeblieft niet uitleggen. Oké. Eén pom zit mogelijk in die balling. Mogelijk ook niet in. Ah, hij zit mogelijk niet in, kan ik je vertellen. Nee, niet mogelijk. Hij zat gewoon niet in. Dus eigenlijk loog je gewoon tegen mij. Oh. Het was niet mogelijk, het was gewoon niet in. Oké. Snap je dan? Yo, Sander... Licky Tunk, die heb ik lang niet meer gezien. Maar Sander, waar vind ik zo'n raspberry? Heftig. Heftig, dat is geen antwoord op een vraag, Sandring. Nee, ik weet het niet. Ja, maar dan zeg je dat toch. Dus daarom vind ik het heftig dat je die vraag stelt. Want ik wil je graag vragen... Dat je vragen stelt die ik kan beantwoorden, want dan word ik zo blij van. Ja. Ken je dat, zo'n blij? Nee, blij ken ik niet. Ik weet niet wat dat is. Kan je dat eten? Als ik het zelfs wel ken. Ik ben altijd boos, hè, dus... Dat is wel gek dat ik dat dan wel ken en jij niet. Dat is wel maar alleen. Oh, zo'n mal. Dat is om dingen in te doen, toch? Mal is wel om dingen in te doen, ja. Een doos ook. Ja. Het is geen leugen, dat is echt waring. Raspberrying, Sander, ik heb de raspberrying. Ik heb nog geen Chancy Blissy, bedoel ik. What a chance. What a Chancy. Oh, dat is een Ambipom. Ik denk al, wat is die Pokémon, maar ik... Dat is een zag alleen zijn staart, zeg maar. Is gewoon even en gevraagd. Toen zag hij er heel raar uit. Nou, ik zag alleen die twee staarten en dat rode ding, zeg maar. En die dat gelige van die staarten. Maar daardoor leek het heel raar. Oh, daar is Mr. Blissying Mastering. Wat? Oh, niet dom doen, Sander. Oh, niet. Oké. Okay. Don't be yourself today. Godverdomme. Kut Ambipom. Yo, wat een haat naar Ambipom deze aflevering. Ja, maar die gaat mij eventjes naaien, zeg maar. En I do dat not vind je hartstikke lekker. Dat weet ik niet. Dat is nog nooit gebeurd. Hij kan jou dubbel spanken. Nee? Ja. Okay. Hey, ga jij mee als jij dat wilt? Kijk, weet je wat ik dus nu zo vervelend vind? Ik sta dus om een hoekie, maar ik weet dus ook dat die hoekies zo dik zijn. Well, yo, en dat is niet om te fat shaming, maar dat is gewoon omdat het zo is. Het is gewoon het fat shaming naar de hoekies. Okay, misschien moet ik hem toch iets verzwakken. Bam. Glance bam. Om precies te zijn. Blissey moet je juist... Ran away. Blissey kan running awaying. Ja, Blissey zo snelly. Als ik dat wist, hè, dan had ik gewoon... Dan had ik gewoon al mijn pokeballs gebruikt. Nu moet ik... Frick. Sander, die is dead. Ik kom hier wel een Alola Vulpix tegen. Wat? Die ga ik in mijn team doen. Jij mag die in je team doen, ik niet. Klopt. Oh, je moet er 5 van vinden, joh. Dat is niet normaal meer. We hebben nog niet gevonden. Ik had er 1 gevonden. Dat is niet normaal meer. 1 van de 5. Oké.
Oké, ik heb een plan. Hij heeft een plan. Ja, Sean, een plan. Sean, een plan? Ja. Als ik nu gewoon in en uit ga, dan hoop ik dat die Blizzy opnieuw spant. En anders ben ik fucked. Ik ben geïrriteerd, want ik probeer een quest te unlocken, maar dat lukt niet. Ik ben wel ook geïrriteerd, maar niet door de quest. Ik moet eigenlijk ook wel... bijna door hetzelfde, alleen dan meer gewoon doordat die Blizzy wegrennen zo net. En dat vind ik leuk. Altijd wegrennen die Blizzy, omdat zo'n pussy girl is. Of boy. Ik weet niet of het een girl was eigenlijk. Ik doe niet aan gender zooming. Nou, zo klonk het toch echt. Maar alsnog, ik vergeef het je. Booming, 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 if you like a booming, you better do because Anders I being boos. Anders I being boos. Dat is fantastisch so, Engels. Yeah, I know. But fantastic people overthink from me. Not because they not very good in. Het Engels in. Het Engels in. Wat zo'n uithaal. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Ik ben zo'n slimpy. Slimpy guy. Ik ben helemaal verondersteld. Nee. Flabbergasted. Hoe daar zo'n Blizzy. Kijk, dat is wat we willen. Eigenlijk. Oké. Mr. Blizzy. Oké, als je nou eventjes in die bal blijft. Tip, blijf in de bal. You get in the ball. Oké, hij ziet me niet. Dat is fijn. Ja, ik weet niet of het een haai is. Trouwens. Ja, zie je. Weer gender. Ik zal stoppen. Ze ziet me niet. Ah! Kut, nu zag ze me wel. Oké, verdorie, ze zag me niet. Oh nee. Kutzooi, is ze weer weg. Nee, verdorie. Ze is weer weg. Ik heb geen tijd om politiek correct te zijn. Oh. Ik vind dit kut, want dan moet ik... Dit kost zoveel tijd. Nou, ik ben ook niet echt aan het progress maken, hoor. Ja, maar dit is nog niet eens voor de quest, zeg maar. Ik moet straks ook nog een quest doen en dan zul je zien dat die ook tering moeilijk is. Oké, wat moet je doen? Wat moet je doen? Blizzy commonly appears at Coen Soaps. Ja. Oké. That's it. Hé, maar dat is Blizzy Locations. Wat moet je nou doen? Een lock condition? Dat is niet... Oh, description. It seems Pipa. Yo, gun zit in deze game? What the fuck? Of the 30 crops? So, quest concern. Investigate what would make Blizzy help a human. Oh. Oh, dit is gewoon zo één dat het zo'n static spant, zeg maar. Oké, ik snap man. Oké, dus dat is niet heel lastig. Dat scheelt. Je doet die snapping in. Alleen. Ja, gelukkig wel één. Want jij bent zo'n slimpy. Als ik nou zo slim was dat ik die Blizzy ook nog eens kon vangen, dan was ik heel blij geweest. Ja, maar dat heeft niet te maken met slim zijn. Dat heeft te maken met... Skills. Niet te vallen met kills. Nee, we spelen geen spelletje waar je kills maakt. Ja, trouwens. Nou. Feint. Je maakt feints, geen kills. Nee, oké. Fair enough. Oké, nu moeten we even passen. Pas nou op. Ook een dusklops.
Oké, you can't go further. Ja, oké, ik snap het. Laat me nou niet eventjes zien. Oh, kut. Die Duskos mag mij ook niet zien, want anders dan gaat hij mij aanvallen. En dan doet Blizzy zo van, oh, je wordt aangevallen. Oh, dus jij bent daar. Oh, dan wil ik niet gezien door je worden. Ik ken Blizzy inmiddels een beetje. Oké. Okay. Waar ken je hem van? Van deze game. Oh, heel ziek. Ik heb hem. Huh. Wat? Sorry? Het klonk best als jouw shiny. Ja. Ding. Was dat maar zo. Dat ik snap echt niet dat ik Chansey nog niet in Pokémon Scarlet en Violet, zeg maar, gezien heb, shiny. Want die ben ik echt al... Ik heb zoveel human normal sandwiches gemaakt. Ik zou bijna denken... Ja, normal sandwiches. Normal en counterpower. Maar het is een grapje omdat jij... human zei. Heb je human sandwiches gemaakt? Oh ja, ja, klopt. Die waren wel lekker. Lekkering. I love lekkering. Hey, jij bent niet zo'n viezing guy, hè? Zelfs Apini wil niet gevangen worden. Nou, dan niet, joh. Oh ja, dat. Ik zeg dan niet, joh, en dan vindt hij het ineens leuk. Oké. Okay. Nou, dat weet ik ook weer genoeg. Weet je ook weer waar je staat. Ja, oké. Okay. Nou, zeving. Oké, okay, twee Pokémon Card. Twee van dezelfde Evolution Line. Eh? Werkt Friendship nog steeds op dezelfde manier? Eigenlijk, deze game. Denk het. Want ik heb Chansey dus officieel niet. En ik zat ineens te denken van, yo, hoe zit dat eigenlijk? Niet dat ik hem per se wil of zo, hoor, maar ik vind het wel best zo, maar... daardoor was ik gewoon ineens aan het nadenken. Stel, ik zou hem wel willen, hè, in het rare geval, wat niet zo is. Maar... Mm-hmm. You never know why people are doing rare. Ja, dat is... Deltan doen. Ja, dat snap ik nooit. A bit of help van Blizzy. Doe niet tijd. Help Pipa. Ik moet die gun toch echt helpen. What the frick. Meisje. Ik ga die gun helpen, man. Oh, voor de mensen die hem niet snapten. Pipa is dus geweertje in het straattaal. En ik kan het weten. Wat? Kabooming bedoel je. Kabooming. Waarom kun je niet met een weird ear lopen in Jubilee Village? Ik haat dit zo. En iedereen die vindt dat dat logisch is, die haat ik nog meer. Wait, yo. Dat valt nog mee. Haat je, oh. Ik weet niet eens meer. Wat? Ik weet niet eens wat je daar van tevoren zei. Nee, waarom mag je niet met weird ear lopen in Jubilee Village? En iedereen die daar anders over denkt. Ja, omdat het een bullshit game is. Maar dat wist wel, hoor. Oh. Dat een bullshit game was. Zeker, nou, zo net zei je nog van, oh, hoezo haat je mij? Dus dat betekent dat jij dat logisch vindt. Dat die, ja. Nee. Als je deze Ghastly Sprite vergelijkt met de Scarlet en Violet Ghastly Sprite, dan zou je echt denken dat elke Ghastly, zeg maar, hoe heet het? Dat elke Ghastly shiny is. Schijnend. Ja. Hier is dat wolkje zo donker en Scarlet en Violet zo licht. Nee. Maar het is dan daarentegen wel weer duidelijk blauw in Scarlet en Violet. Dus het is niet dat het daar ook onduidelijk is. Maar... Het viel me gewoon op. Het viel me gewoon op één. Op één. Wee. Ik ben even aan het vliegen hoor, dus vandaar de sound effect. Oh, oh vandaar. Echt. Oh.
ik was weer geneigd om de soundeffects te doen. Wat was je geneigd? Ik was weer geneigd om de soundeffects te doen toen ik ging vliegen. Toen dacht ik, nee, seks vinden mensen me nog irritant. Oh, dat gebeurt toch wel, dat is hier nog over te maken. Pipa, vertel me eens. Geweertje, vertel me eens. Wat is het? Ah, Obama Snow. Moet ik die Obama Snow nou verslaan, hè? Ja. Ja, ik zie het. Oh, heb ik Samurad voorop staan. Dat is wel jammer. Maar... ja, het liefst zou ik met Gengar willen verslaan, want die is het laagste level. Straks gaat hij dood. En dood is niet fijn. Levend. Oh, ja. Oh. Ja, dat ook. Oh, Grass and Ranger met een grabbing jacket. Daar word ik toch funny van. Ja. Of blij van. Ja, snap ik. Daar word ik niet per se funny van. Nou, ik denk dat je, als je vaak funny guyings hoort, dat toch wel een beetje helpt, zeg maar. Gewoon grappen stelen. Ja, precies. Ik zeg altijd, poep gebeurt door jou. Nee. Mensen vinden me grappig. Dus, maar ik zeg hem wel altijd, nou, dat is niet, heb ik niet zelf verzonnen, hoor. Dan zou jij nog wel de Engels master ben. Ja, maar kijk, als het nou is, kijk, als ze nou zeiden shit in gebeurding, maar dat is een beetje het ding. Dat vergeet, ja, mensen gebruiken die simplified Engels, hè. Ja. Ja, dat stoort me nog altijd tot op de dag van vandaag als Engels master. A bit help from Blizzy. Ik kan mijn man-mail evolven, of is het geen man? Ja, het is echt een man. Wist ik bedoeling natuurlijk. Rosalia, more like Roserade. Oh! Dat klinkt als een of andere vage grap. Nee, het was gewoon, ik evolve hem dus. Anders is het Roserade. Ja. Ja. Ik had deze shiny, hè? Ooit, in BDSP. Change moves. Heeft hij nu ook andere moves? Nee. Natuurlijk niet. Wat een bullcrap. Het zal allemaal eens meewerken. Nee. Dat doet het niet. Nee. Hey, ja, even leuk is hier echt te vinden. Ik zag hem nu ook. En er was ook geen aan. Maar mij geloving, helaas. Nee, ik zeg niet dat je niet geloving. Nou, mijn eerste deed maar niet geloven. Ik ben trusting op jou dat jij mij dat laat inzien. Nee, niet dat ik jou niet geloof. Nee, dat jij mij hebt laten inzien dat hier gewoon Everlux spannen. Waardoor ik zei van, yo, het is zo. Je hebt helemaal gelijk. Weet je, het is zo van, ik wou jou gewoon eventjes, hoe noem je dat al ook alweer? Laat maar. Ik denk dat je... veren in de reet of zo? Nee. Ja. Hoe noem je dat? Ja. Wel veren in de reet. Ja, dat wou ik. Dat je eigenlijk zegt dat ik zo goed ben, zeg maar. Dat is veren in de rating. Ja, dat bedoel ik. Die, exact die. Ja, die zitten wel lekker hoor. Hoe dieper, hoe beter, Ring. Nou, weet ook weer wat voor raar kink jij hebt. Nee. Veren in je raid, stop eens. Oh, dit heb ik natuurlijk niet handig gedaan. Nee, dat vind ik ook niet handig, nee. Waarom heb ik deze niet hier of zo neergezet? Kijk, dat is handiger. Oké. Mass releasing. Want dat kan ik nu eindelijk. Releasing the mass. Zal ik Palkia ook mass releasen? Kan dat? You can't afford to let this Pokémon go. Joh. Oh. Weet je wat ik net zei? Pokémon Go. Vind ik vies. Een beetje vies. Vind je ook wel vies eigenlijk? Dat snap ik, dat hoor ik vaker. Pokémon Go. Zeker van de dames. Wat? Dat hoor je zeker van de dames. Oh. Nee. Je zegt zelf dat je dat vaker hoort. Nou, ik word hier geframed.
Nee, het is goed. Weet je dat wat ik dan wel eens zeg? Nee. Janker dan, bitch! Wat? Maar dat zeg ik deze keer niet hoor. Maar ik zeg het wel eens. Wat? Janker, oh, dat ik vermoeien ben? Nee. Je bent wel vermoeiend hoor, maar dat bedoel ik niet. Kom nou op met je spacetime distortion. Ja, echt? Dat hoor ik je ook niet zo vaak zeggen, moet ik zeggen. Wow. Kom nou op met je spacetime distortion. Ja. Dat zeg je niet zo heel vaak. Nee. Hey, spacetime distortioning. Eén, hier heb ik echt. Kijk of ik ergens zo'n ijzersteen kan vinden. Dat zal een revive zijn. Een duskstone, dat was geen revive. Oh, ja, dan ineens ziet hij me, hè? Als een pokeball zijn kop raakt, dan ineens denkt hij, oh, laat ik jou zien. Zodat jij niet de pokeball kan gooien. Zodat je hem wel kwijtraakt, maar dat je hem niet kan vangen. Ja, dat vind ik dus goed. Eigenlijk doet hij al pesting. Ja, hij deed mij pesting. Dat is niet lief. Ja, dat is inderdaad niet lief. Oké, die hebben we. Welke Pokémon zal ik deze geven? Want zoveel heb ik. Dit is een Leaf Stone, dat is geen Ice Stone. Dat is wel waar. Een Leaf Stone is wel. De laatste keer dat ik checkte, was het geen Ice Stone. Dubious Disc, die hoef ik ook helemaal niet. Hoe kom je aan al die items ineens? What the frick? In de distortion. Oh, vandaar kom nou op met die distortion. Zoiets. Ja, ik wil zo'n ijzig steentje, maar er zijn volgens mij geen ijzige steentjes gespawnd. Ik haat hun. Waarom doen ze nou niet even lief voor mijn boy? Ja. Oké, 38. Dus dat is 2 voor ieder. Oké. Honchcrow, wat wil ik die? Attack. En dan moet ik even goed kijken. Wat? Ik ga nu echt full on mode. Full on mode, oké. Ja, gewoon full on mode. HP en attack wil ik die, oké. Ja, of juist niet. Dat zijn zwakheden. Nou, boeien. Te laat. Te laat, ding. Oké. Dan hebben we Dustorx. Check summary. Oh, die heeft up special attack. Oh, die heeft hoge HP en special defense. Ja, daar kan ik geen damage doen. Welke damaging move heeft hij? Allemaal wel special attack, dus op zich is Modest Nature wel chill. Dan. Dat klopt, ja. Oké. Kies voor de Modest Nature. Ik ga denk ik dan special defense tot 9 doen. En special attack. Oké, Samurott, check summary. Zullen we de aflevering beëindigen, Zanarain? Ja, mag ik eerst mijn team trainen? Anders ga ik vergeten wat mijn tactiek was. Dat is goed. Ga ik huilen de volgende keer. Ik wil niet huilen. Dat wil ik niet. Dat dacht ik. Ik wil geen huilende Zanarain. Nee, ik ook niet eigenlijk. Nee, maar ik denk niet dat we hem... Ik weet niet of jij nog een aflevering op wil nemen, maar... Op zich is het ook al wel weer aardig laat aan het worden. Mm-hmm. Dat klopt. Dus. Dat klopt. Oké. Nee, dan is het verstandig dat je dat allemaal even fixt. Ja, daarom. En ja, ik kan het ook op screen fixen, maar... Mm. Dat, het is wel een race trouwens, dus het kan ook helemaal niet. Je kan het wel off-screen fixen hoor, mij nou.
gek doen. Ja, je doet wel mal. Oh, deze heb ik... Oh, zijn special attack is... Heb ik niet eens gefixt. Oh, dat is naar. Dat is juist de hoogste stad. Ja. Hoe durf jij zijn special attack niet te fixen? Dan doe ik wel... Speed... En... HP, I guess? Ja, ik weet ook niet hoe ik dat durf. Rose Raid. Oh ja, die kan ik alleen HP en Special Defense. Nou. Dat is het enige wat zo hoog is. Zitten op het kampvuur en zingen het kampvuurlied. Snap ik wel. Denk dat we niet sneller kunnen. Is Kierenwiet toevallig? Is Kierenwieting. Wow. Ik wil even... Maar het helpt als je miszinkt. Ik ben eventueel zover hoor. Ja, ik wil nog heel veel deze setje oppakken. Want... Ik heb merit points nodig. Want ik moet zo'n ijzig steentje kopen. Kopen, kopen, kopen! Nou, wat is dat? Kopen is een smart. Ja, koop eens voor slimpies. Oké. Ik ben bijna hoor. Zo. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Joejoe.